De mailbox puilde uit deze dagen bij Studio NL. Met boze reacties vanaf de Antillen. En niet vanwege onze stelling dat Nederland en de Antillen elkaar moeten blijven omarmen. Wel vanwege de komst van de man die liever vandaag dan morgen van die Antillen af wil. Het PVV-Kamerlid Hero Brinkman. Goedenavond. Nederland en de Antillen moeten elkaar blijven omarmen. Dat is de stelling waarop u vanavond kunt reageren in deze uitzending van Studio NL Live. Ik heb wel een beetje een jammerlijke mededeling voor de kijkers vanaf de Antillen. U ziet deze uitzending met wat vertraging. U kunt dus niet meer live reageren. Veel van de Antillianen die dat wel zullen doen, die wel reageren, hebben eerder deze week al gereageerd via onze oproep en via de mail. De andere kijkers kunnen wel reageren, graag zelfs. Belt u ons dan, kiest u eerst de internationale toegangscode, gevolgd door 31 35 672 4744. Dus eerst de internationale toegangscode, gevolgd door 31 35 672 4744. Meneer Brinkman, welkom in onze uitzending. Het PVV-Kamerlid met een uitgesproken mening over de Antillen. U bent er recent geweest. U heeft de uitspraak gedaan, een grotendeels corrupte boevenbende. Is dat taalgebruik waar een politicus zich van behoort te bedienen? Ik heb gezegd een grotendeels corrupt boevennest. Boevenbende niet. Nest klinkt aardiger. Nou, weet ik niet, maar ik heb wel graag de woorden precies. Boevennest, boevenbende. Precies. Boevennest. Ik vind de corruptie daar een heel groot probleem. Het is een probleem wat geïncorporeerd is in die maatschappij. Het is ook een probleem wat voornamelijk begint bij de politici en de bestuurders. Zij zijn exceptioneel corrupt. Het is goed om dat te benoemen. Ja, en grotendeels, dan zegt u dus in feite, de meerderheid van de bestuurders is corrupt. Nou, grotendeels, als ik zeg maar als vergelijkingsmateriaal Nederland neem. In Nederland heb ik nog geen regering meegemaakt waar iemand is veroordeeld voor corruptie en daar toch zitting in heeft. Ik kan mij ook niet indenken dat daar überhaupt iemand voor corruptie is veroordeeld die bijvoorbeeld nu nog in de Tweede Kamer zit. Dat gebeurt ook niet. Nee, maar goed, als u zegt ik wil graag precies zijn en u zegt grotendeels, het grootste deel is de meerderheid. Nee, nou ja, daar ga ik dus niet mij op vastpinnen. Ik ga mij niet op cijfers vastpinnen. Ik vind het een grotendeels corrupte boevennest. En ik heb het niet alleen over de bestuurders en over de politici. Maar mijn stelling is dat het geïncorporeerd is in de Antilliaanse maatschappij. En ik kan daar natuurlijk geen cijfers over nemen. Kunt u zich wel voorstellen dat de Antillianen behoorlijk in de wiek zijn geschoten? Als iemand dat zegt, dat je je gewoon zwaar beledigd voelt? Of heeft u daar van tevoren niet over nagedacht? Nee, ik denk natuurlijk bij alle woorden die ik zeg, denk daar goed over na. Nee, ik kan me dat eerlijk gezegd niet goed voorstellen. Want de Antillianen hebben volgens mij hun ogen ook niet in hun achterzak zitten en zien ook wat er op hun eilanden gebeurt. Die weten ik heb ook gezegd dat ik vind, en dat is veel belangrijker, dat ik vind dat de Antillianen zouden moeten streven naar onafhankelijkheid. En dat zou juist de aanzet kunnen zijn voor die mensen zelf om die corrupte politici aan de kant te schuiven. Oké, goed. U zegt de Antillianen zelf, zij weten dat. Laten we maar eens naar een eerste bellen gaan. We gaan naar de heer Bikker. Goedenavond. Goedenavond. Meneer Bikker, vanaf Curaçao. Aha. U woont daar al vele jaren. U werkt ook bij de overheid, heb ik begrepen. Ja, dat dus, is waar. Ja, u kunt een kijkje in de keuken verschaffen. Hoe corrupt, u zullen we het niet over hebben, maar zijn uw collega's bijvoorbeeld? Nou, moet u horen. Ik werk bij de overheid nu 15 jaar. Ik heb voor 8 ministers gewerkt. Ik heb nog nooit onder die mensen iets van corruptie gemerkt. En ik heb er ook nooit van gehoord. Er zijn enkele corrupte politici geweest vooral. En meneer Hero Brinkman heeft gelijk dat er inderdaad nog één is, dacht ik, die in de gevangenis heeft gezeten en die weer teruggekomen is. Maar that's it zo'n beetje. Ja, meneer Brinkman, let meneer Bikker dan niet goed op? Of zit hij toevallig net bij een onderdeel waar het dan wel goed is geregeld? Nou, dat weet ik niet. Meneer Bikker is natuurlijk nu nog steeds ambtenaar. En geeft al aan dat hij dat al 15 jaar doet. En ik kan hem beloven dat als hij wel dergelijke corruptiegevallen had gezien, en die ook, en misschien heeft hij die wel gezien, dat weet ik niet. Ik moet hem maar op zijn woord geloven. Maar als hij die corruptiegevallen had benoemd,
dan kan ik u verzekeren dat hij een heel groot probleem had gehad. Ik ken een aantal ambtenaren die dat namelijk wel gedaan hebben. Die staan nu allemaal op non-actief. Okay. Is het zo, meneer Bikker? Kunt u niet zeggen wat u denkt? Nou, die indruk heb ik helemaal niet, hoor. Als ik natuurlijk via de kranten en ik hoor wel eens wat ergens anders daar gebeuren, misschien zo nu en dan eens dingen, maar dat zijn geen dingen waar ik zoveel van weet dat ik daar een aangifte van kan doen of zoiets. Nee, dat heb ik nooit meegemaakt. Maar dit is interessant wat meneer Bikker zegt natuurlijk. Dus eerst zegt hij, ja nee, ik ben er nooit meer in aanraking gekomen. En nu blijkt dat hij wel eens wat gehoord heeft, maar dus kennelijk toch niet de strenge ambtenaar is om daarover door te vragen. En dat zou ik nou wel graag willen van een ambtenaar die daar werkzaam is. Ja, meneer Bikker, u krijgt nu toch een beetje kritieken van meneer Brinkman. Zegt u nou gewoon even hoe het zit. Waar u werkt, merkt u wel eens iets? Waar ik werk, heb ik nog nooit corruptie meegemaakt. In mijn ministerie. Oké, en welk ministerie is het, als ik vragen mag? Dat is van onderwijs. Oké, goed. Daar moeten we het mee doen voorlopig, meneer Bikker. We gaan even naar meneer Van Erp, ook vanaf Bonaire. Goedenavond, meneer Van Erp. Goedenavond. Laten we nog eens even naar de uitlatingen van meneer Brinkman gaan. Want hoe zijn die gevallen? Nou, natuurlijk heel erg verkeerd en erg ongenuanceerd. Het is zo, als we het over de Antillen hebben, dan hebben we het over 5 eilanden die allemaal hun best doen om van elkaar af te komen. Dat is al nummer 1. 4 eilanden liften mee over het overwegend negatieve imago van Curaçao. Dat is een last die de anderen ook met zich meedragen, die vaak volkomen onterecht is. Als we dan ook nog gaan kijken, inderdaad, er zijn criminelen, er zijn corrupte politici, dat geloof ik allemaal best wel. Alleen mag je daar een heel volk op afrekenen. U vindt en dat van vind niet. Ik zo verkeerd. Ja. Als ik nu kijk naar bijvoorbeeld een eiland als Bonaire, waar ik overigens nooit iets merk van corruptie. Je leest, je hoort wat, maar waar is het keiharde bewijs, dat allereerst. Maar als we nu gaan kijken naar de bevolking van Bonaire, er is armoede, dat is er zeker. Overigens, armoede en corruptie gaan vaak wel samen, dat is natuurlijk wel zo. Hoe kun je armoede oplossen? Door een beter onderwijssysteem, door mensen een stuk perspectief te geven, door ook vooral mensen een stuk eigenwaarde te geven. Ja, u komt gelijk al met een aantal oplossingen, meneer Van Erp. Een enkele opmerking wordt dan eigenlijk, dat er is één roversnest en zet het op de marktplaats, en wat een collega Wilders van hem meldt, dan vind ik, dan doen de Antillianen geen recht. Nee, meneer Brinkman, de marktplaatsopmerking waar meneer Van Erp nu melding van maakt, u of uw collega, meneer Wilders, heeft gezegd, zet maar op marktplaats. Was dat met een bepaald wrang gevoel voor humor of was het gewoon echt serieus? Nee, het is natuurlijk in zoverre serieus dat feitelijk doen de eilanden hetzelfde. Zij gaan namelijk een stukje van hun autonomie gaan ze verkopen aan Nederland om een bepaalde schuld die ze hebben opgebouwd, om die te betalen, namelijk die 2,2 miljard euro. Ja. Feitelijk doen de eilanden precies hetzelfde. Ze zetten het weliswaar niet op marktplaats, maar ze sluiten wel een deal over een autonomie die ze dus nu hebben, over financiën en rechtshandhaving, om die aan Nederland te verkopen. Ik wil overigens maar je begrijpt ook wel wat ik bedoel, hè, met dat marktplaats. Ja, natuurlijk. Ja, uiteraard denigrerend over. Uiteraard, ik begrijp wat u bedoelt, maar ik ben het er absoluut niet mee eens. Voor 1 euro? Ik ben het er absoluut niet mee eens, want de eilanden die verkopen hun eigen huid voor 2,2 miljard euro. Maar ik wil nog even terugkomen op meneer Van Erp. Want ik heb begrepen dat meneer Van Erp van Bonaire komt. En wij hebben hier een tijdje geleden de uitzending gehad van Nova over de eilanden. En daar kwam een meneer Boy in voor, ook van Bonaire. En die gaf gewoon aan dat hij eigenlijk stemmen koopt. Bij de verkiezingen, als mensen op hem gestemd hadden en ze konden dat bewijzen, was hij in staat om elektriciteitsrekeningen te betalen. Dat gaf hij in die uitzending toe. En dat is gewoon verkiezingsfraude. Dus ik weet niet waar meneer Van Erp het over heeft, maar volgens mij is dat pure fraude. Ja, meneer Van Erp, nou, we hebben het eerste voorbeeld te pakken. In ieder geval, meneer Brinkman komt ermee vanaf Bonaire. U wist dat geval nog niet? Nou, dat hoor je hier. Het is natuurlijk wel zo. De politieke partijen staan natuurlijk wel heel erg dicht bij hun kiezers. Daarnaast draagt Nederland ook een hele grote sociale verantwoordelijkheidsgevoel naar elkaar toe. En dat zie je. Als je hier bijvoorbeeld op de eilanden, het is hier nu iets voor 4:30 geloof ik. We hebben op dit moment 1000 mensen op het eiland die nog niet weten of dat ze vanavond een maaltijd zullen hebben. En toch komt u er, omdat er een sociaal vangnet is. Men helpt elkaar. En zo gaat het overigens ook in de politiek. De politieke partijen staan heel dicht bij de mensen. Als een partijlid zijn elektriciteitsrekening niet kan betalen, dan zorgt daar de partij of de buurt of de familie wel voor. Ja, dat is heel normaal. Ik denk dat wij daar dat veel Nederlanders daar nog heel veel van kunnen leren. Ja. Ik zou daar de heer Wilders en de heer Brinkman best eens een keer willen uitnodigen van, ga eens een keer met mij mee, eens een keer hier de wijk in.
En ga eens kijken hoe deze mensen hier wonen, hoe dat ze onder welke omstandigheden dat ze hun kinderen moeten opvoeden. Met het weinige wat er is, zoals ze dat delen. Hm. Ik denk dat er dan een hele andere mening over de Antillen naar voren komt dan alleen maar de buitenkant. Dat schildertje. Goed, we kunnen het gelijk vragen aan meneer Bing, maar om te kijken wat hij met de uitnodiging doet. U bent in ieder geval welkom, maar u bent er al geweest. Ik ben nog niet op Bonaire geweest, maar dat daarbuiten. Kijk, wij hoeven geen medelijden hebben met de Antillen. Want de Antillen, dat zijn de rijkste eilanden van de Caribische Zee, van het Caribisch gebied. Het is oneerlijk om het niveau, de levensstandaard van de Antillen, om dat te vergelijken met Nederland. Maar op zich dat armoede corruptie veroorzaakt, dat is toch een stelling die je kunt onderschrijven? Maar dat wil nog niet zeggen dat wij, de Nederlandse belastingbetaler, daarvan de dupe moeten worden. Want mijn stelling is, die 4,5 miljard schulden die de Antillen ondertussen hebben opgebouwd, dat komt door corruptie. En ik weiger om de Nederlandse belastingbetaler de dupe te laten worden van de corruptie op de Antillen. En ik wil nog even één ding aan meneer Van Erp aangeven. Kort, ja. Heel kort. Mm. Als mensen niet op meneer Boy hadden gestemd, hadden ze dan ook die elektriciteitsrekening betaald gekregen? Ik denk het niet. En dat is pure verkiezingsfraude. Goed. Tot slot nog even u kort, meneer Van Erp, over die laatste opmerking van meneer Brinkman. Nou, wat ik al zei, van het sociale vangnet is hier groot en breed. En misschien dat het in Nederland uitlegt als dit is corruptie. Mm. Hier ziet men er toch van. Je moet elkaar helpen, anders red je dat niet. Maar ook met stemmen kopen? Waar de heer Brinkman steeds mee schermt met vele miljarden schulden die nu in één keer maar kwijtgescholden moeten worden. Het is wel allemaal ontstaan onder het beleid van Nederland. Hm. Nou goed, dan wil ik in ieder geval even mee naar de heer Brinkman toe. Want ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen die zeggen, wij als Nederland hebben gewoon een bepaalde morele verplichting naar de Antillen toe. Ooit hebben de Nederlanders de Antillen in bezit genomen. Daar zijn later mensen komen wonen en werken, slaven. Wij hebben gewoon de verplichting om goed voor die mensen en voor die eilanden te zorgen. U ontkent dat verleden of vindt u dat wij daar gewoon nu niks meer mee te maken hebben? Ik ga natuurlijk het verleden niet ontkennen. Dat zou ziek zijn. En dat meen ik ook. Dus maar ik voel mij daar moreel totaal niet meer verantwoordelijk voor. Wij hebben in 1956 een statuut afgesproken. Daar hebben wij duidelijk en heldere staatkundige lijnen in afgesproken wie waar verantwoordelijk voor is. En ik voel mij voor hetgeen mijn voorouders 150, 200, 250 jaar geleden hebben gedaan, niks mee te maken. Voel ik mij absoluut niet meer verantwoordelijk voor. Okay. Goed, dat is duidelijk het al. Ik ga naar de heer Schellekens, ook vanaf Curaçao. Goedenavond, meneer Schellekens. Goedenavond, meneer Heilander. Begrijp ik het goed dat u zich heeft geschaamd voor de uitlatingen van meneer Brinkman? Dat mag u wel stellen, ja. En kunt u ons aangeven op welk gebied? Wat heeft u nou het meest geraakt? Nou, de heer Brinkman die probeert nu al maandenlang zijn zin door te drijven op de een of andere manier. Terwijl heel politiek Nederland over hem heen probeert duidelijk te maken dat het niet kan wat hij wil. Dat is allemaal tegen dovemans oren gezegd. Hij blijft maar drammen en beleden. Ik, als Europese Nederlander die op Curaçao woont, schaam ik mij diep voor de uitspraken en de ideeën die de heer Brinkman en zijn partij overigens heeft. Maar goed, even kort, wat is nou het punt waar u zich het meest aan ergert? Dat hij de hele bevolkingsgroep van de Antillianen over één kam scheert en ze zomaar een grotendeels corrupt boevennest noemt. Oké, goed. Daar hebben we het over gehad. Meneer Brinkman heeft gezegd, hij bedoelt eigenlijk alleen de bestuurders. Meneer Brinkman die moet zeggen wat hij bedoelt. De vrijheid van meningsuiting van meneer Brinkman die gaat al heel erg ver. Want als ik dezelfde mening hanteer als hij, dan zou ik de hele Tweede Kamer kunnen bestempelen als addergebroed. Ja. Maar dat doe ik niet. Ik nuanceer dat. En het addergebroed, dat is de PVV van de heer Brinkman en de heer Wilders. Maar goed, nu leven we ook in een vrij land. Mag meneer Brinkman ook als parlementariër niet gewoon zeggen wat hij vindt? Absoluut. De vrijheid van meningsuiting is een heel groot recht. Daar mag niet aan getornd worden. Ja. Maar er zijn ook nog fatsoensnormen. En ik zou het op prijs stellen als de heer Brinkman die eens een keer in acht neemt en niet hele bevolkingsgroepen beledigt. Meneer Brinkman heeft echt gelijk als hij zegt dat er op de Antillen incompetente en voor corruptie veroordeelde politici deel uitmaken van de regering. In een van zijn laatste interviews lees ik dat hij de Antilliaanse politici bestempelt als surrogaat wethouders. Waar haalt hij dat recht vandaan? Hij is hier, dus u kunt het hem rechtstreeks vragen. Ja, geeft u mij daar eens antwoord op, meneer Brinkman. Wat zijn surrogaat wethouders van Curaçao? Waarom stelt u dat zo? Het is blijkbaar de toon, hè, meneer Brinkman, die veel mensen irriteert. Het zijn gewoon feitelijkheden. Kijk, meneer Schellekens, overigens respecteer ik dat wanneer hij ons als PVV
addergebroed noemt. Net zo goed als hij dat. Geen moeite mee. Daar heb ik absoluut geen moeite mee, dat mag hij zeggen. Net zo goed dat hij er geen moeite mee zou moeten hebben als ik vind dat de politici grotendeels corrupt zijn en het een grotendeels corrupt boevennest is. Dat moet hij van mij ook kunnen accepteren. Ik moet er even bij zeggen, politiek gezien heb ik inderdaad absoluut geen meerderheid in de Tweede Kamer. Heeft de PVV geen meerderheid in de Tweede Kamer wat betreft onze standpunten. Maar in het volk kan ik de Antillen waarschuwen. Ik moet ze waarschuwen. Want in het volk is wel degelijk een kentering is er plaats. En er is wel degelijk een meerderheid, volgens peilingen, die zeggen, ja, inderdaad, de Antillen moeten onafhankelijk worden. En ik kan u ook verzekeren dat bij de volgende verkiezing gaat het een zeer belangrijk item worden. Oké. Maar hoe denkt u dat ook feitelijk en in de praktijk uit te kunnen gaan voeren? Want dat is allemaal wettelijk toch vastgelegd en verankerd. We horen bij elkaar. Ja, oké, dat wil ik u uitleggen. Maar ik ben meneer Schellekens ook nog even de verklaring schuldig van wat betreft mijn uitlating over de wethouders. Kijk, ik zie dat zo. Dat is ik vind veel, hè? U heeft al veel gezegd. We moeten gewoon reëel zijn. Het is een belprogramma. Mensen vragen iets, dus ik wil daar gewoon netjes op antwoorden. Meneer Schellekens vroeg waarom ik dat zei. Kijk, feitelijk gezien zegt het statuut, het zijn 3 onafhankelijke landen. En daar hebben we na te handelen. Maar als we nu gewoon naar de feiten kijken, dan praten we over een land van, om en nabij de 300.000 inwoners. Als ik kijk naar Nederland, dan zie ik dat de stad Utrecht ongeveer overeenkomt met die grote, is een middelgrote stad. Ja. En daarom zeg ik, wij bemoeien ons met die landen alsof het onafhankelijke landen zijn en een regering en weet ik veel wat nog meer. Maar feitelijk zijn het gewoon wethouders op wethoudersniveau. En zo was die opmerking bedoeld van u. Precies. Oké. We gaan naar de andere reacties. Er is heel veel gereageerd. We gaan naar de heer Goedhuis. Goedenavond. Ja, goedenavond. Meneer Goedhuis, u belt ook vanaf Curaçao. U woont daar 10 jaar inmiddels. Ja, dat is correct. U heeft het toch al een tijdje volgehouden in het boevennest? Ik hou het heel goed uit en ik hou het eiland Curaçao. Ja, ja. Boevennest, dat is meneer Brinkman, of Hero zijn woorden. Meneer Brinkman vind ik een beetje te ver gezocht voor iemand. Dus voor Hero. Maar maakt u even een punt wat u heeft gereageerd? Nou, ik vind dat hij behoorlijk racistisch is. Dat heb ik ook in mijn mailtje gezet. En ja, en als we het dan over corruptie hebben, tot en met het jaar 2000 mochten alle Nederlanders, alle Nederlandse bedrijven het smeergeld wat ze in het, zowel in Nederland als in het buitenland betaalden, aftrekken van de belasting. Dus dat komt een beetje ook op de belastingbetaler aan van Nederland. Nou ja, daar kan de heer Brinkman zich niet richten op. Daar kan de heer Brinkman zich veel beter op gaan richten. Ja, u zegt dus in feite in Nederland is ook corruptie. Daarin. Alleen ja, dan kan de heer Brinkman en zijn PVV niet precies zijn uitslagbord vieren. Ja, het is duidelijk. Uw punt, u zegt in feite is er in Nederland ook corruptie. Meneer Brinkman doet eigenlijk een beetje alsof het op de Antillen allemaal maar mis is. Laat hij eens naar zijn eigen land. Nee, daar heeft meneer natuurlijk ook gelijk in. De corruptie in Nederland is. Kijk, corruptie is natuurlijk over de hele wereld een punt. En ook corruptie in Nederland is voor de PVV een heel groot punt. Daar strijden wij ook tegen. Maar er is één essentieel groot verschil tussen de corruptie op de Antillen en de corruptie in Nederland. En dat is het feit dat de corruptie in de Antillen, die wordt betaald, uiteindelijk bekostigd door de belastingbetaler in Nederland. En dat weiger ik en daarvoor strijd ik. Ik wil niet hebben dat de belastingbetaler de dupe wordt van de Antillen, van de corruptie op de Antillen. Dat begrijp ik. De toon waar u zich van bedient, dat is een beetje het probleem. Dat horen we vanavond ook. U zegt van, nou ja, zo ben ik eigenlijk en zo praat ik. Dat heb ik niet gezegd. Nee, maar dat proef ik een beetje uit uw woorden. Nee, u bent niet zo. Ik ben niet zo. Ik hou van duidelijkheid en helderheid. Nou. U mag mij alles vragen. U mag mij vragen naar de opmerkingen die ik gemaakt heb. En die kan ik allemaal heel helder en heel duidelijk uitleggen. Ik hou niet van wollig politieke taal. U speelt geen rol. Absoluut geen rol in zoverre. Ik hou van helderheid en duidelijkheid. Ja. Dus laten we eens even kijken hoe de Antillen er in uw optiek straks dan gaan uitzien. U zegt zelfstandig, onafhankelijk. Nederland eigenlijk geen enkele verplichting meer naar de eilanden toe. Binnen welke termijn kan dat? Ja, kijk, wat mij betreft, ik vond in de tijd dat Aruba status aparte kreeg, werd er een termijn afgesproken van 10 jaar. Dat vond ik een hele reële termijn. Ondertussen zijn de eilanden natuurlijk geëvolueerd. Dus zijn we een tijd verder gekomen. Ik denk dat misschien een tijd van 5 jaar toch zeer goed haalbaar zou moeten zijn. Maar dan ook uit het statuut, uit het koninkrijk en volledig onafhankelijk. Alle schulden vrij kwijtgescholden? Nou, als zij hard werken en hun eigen schulden kunnen betalen, prima.
dan zou ik zeggen, ga maar gaan schone lei beginnen als het aan u ligt of dat niet? Nee, wij gaan die schulden wat mij betreft niet overnemen. Niet integraal. Kijk, dan weet ik alweer hoe het gaat. Dan gaan ze binnen 5 jaar 10 miljard schulden maken. Mm. Want dan weten ze dat over 5 jaar Nederland alweer met geld gaat komen. Dus die belofte ga ik zeker niet doen. Maar, denkt u soms ook wel dat uw eigen benadering naar de Antillen toe, ja, die is misschien, die past natuurlijk eigenlijk helemaal niet in de cultuur daar. Of heeft u daar eigenlijk ook geen boodschap aan? Ik heb te maken met de Nederlandse belastingbetaler, meneer. Ja. Ik ben gekozen door de Nederlandse belastingbetaler. En u gaat ook de mensen daar om, met een manier om zoals u gewend bent. En men moet dat maar eigenlijk maar nemen. Aan de ene kant wil men graag ons geld. Dus zal men ook onze politiek en onze wijze van democratiebedrijven moeten accepteren. Ja. Nu hebben we gezien toen Suriname onafhankelijk werd, dat heel veel mensen uit Suriname nog voordat dat gebeurde snel gebruik maakten van hun Nederlandse nationaliteit en zich hier gingen vestigen. Ja. Als die plannen van u doorgaan, zullen we natuurlijk eenzelfde ontwikkeling krijgen van de mensen die nu op de Antillen zitten. Misschien denken van, nu ben ik nog Nederlander, nu ga ik snel naar Nederland toe. Is dat dan een ontwikkeling die de PVV ziet zitten? Of? Nee, uiteraard niet. Maar overigens, wat betreft de integratie, zijn wij de partij die daar bovenop zit binnen de Tweede Kamer. Wij houden de mate van integratie houden wij scherp in de gaten. En op het moment dat die tendens zich zal gaan voordoen, of in ieder geval voorspeld gaat worden, ja, dan gaan we daar zeker de regering voor aan het vestje trekken. Goed, we hebben nog bellers. Als het goed is, hebben wij nog aan de lijn hangen de heer Pronk. Goedenavond. Meneer Pronk, bent u daar? Jazeker. Vanaf Curaçao, het drugsbevolkte eiland. Vandaar ook de vele reacties, denk ik. Meneer Pronk, kunt u nog kort aangeven hoe u vanaf Curaçao de toekomst ziet voor de eilanden? Zolang wij onder Nederland blijven vallen en er wat meer controle van Nederland wordt uitgeoefend op het financieel beleid hier, hoofdzakelijk, zal er zeker voor ons een toekomst zijn. Maar het en in welke, op welke manier? Nou, wij zijn natuurlijk zelf bezig met het opbouwen van het toerisme. Maar het eiland is zo klein, met een 130.000 man. Zo direct vallen wij uit de Antillen. Dan staan we op onze eigen benen onder Nederland. Het is God zo mogelijk om met zo'n klein eiland compleet zelfsupporting te zijn. Ja. Daarbij komt nog dat wij politici hebben de laatste jaren die niet dat kaliber hebben om een land goed te kunnen runnen. Dus vandaar dat wij hoe dan ook verwachten dat we de steun van Nederland krijgen, of blijven krijgen, om dus toch de toekomst verder wat positiever in te zien. We gaan kijken hoe dat gaat aflopen. Hartelijk dank voor uw reactie, meneer Pronk. Want ik moet nog even met u hebben, meneer Brinkman, over hoe het nu parlementair en juridisch verder gaat. Want er zit een overleg aan te komen hier in Nederland. Parlementair overleg koninkrijksrelaties. Daar is al een beetje doorgeschemerd van, ja, als meneer Brinkman weer gaat zeggen in het parlement dat het een boevenbende of een boevennest is, ja, dan moet hij maar niet komen. Gaat u zich gedragen straks? Ik ga me natuurlijk gedragen. Maar als u weet ook wat daarmee bedoeld wordt. Als de statenleden, de genodigden uit de Antillen, de illusie hebben dat ik mijn woorden niet zal herhalen, dan adviseer ik ze ten dringendste om niet te komen. Want dezezelfde woorden die heb ik namelijk plenair al in de grote vergaderzaal van de Tweede Kamer gezegd. En dat betekent dat op het moment dat ik toen niet afgehamerd ben geweest, dat nu ook niet weer zal gaan gebeuren. Dus de eerste paar zinnen die ik zal noemen bij dat POC-overleg, dat zullen precies die woorden zijn die daarin zitten. Oh. En als men dat niet wil horen, dan adviseer ik ze om het belastinggeld niet te verknoeien. Blijf lekker thuis, ga wat anders met je kostbare tijd doen. Een geboren tacticus bent u niet echt, hè? Nou, kijk, ik zit er niet op te wachten dat mensen mij niet willen aanhoren. De eilandsraad van Sint Maarten die liep beschamend weg op het moment dat ik weigerde om verontschuldigingen aan te bieden. Die weigering, die wist men, want die had ik al uitgesproken hier in Nederland bij de pers. Men heeft toch dat belastinggeld willen laten verknoeien om ons met een hele delegatie naar de Antillen te laten komen. Ik wil de belastingbetaler daarvan weerhouden. Ik heb zoiets van, nou, laten we dan maar gewoon dat belastinggeld niet besteden. Blijf lekker thuis, statenleden, want ik ga namelijk dat wel gewoon zeggen. Er komt er helemaal niks van terecht, van het hele overleg. Nou, wat mij betreft hoeft dat dan ook niet. Als ze mij niet aan willen horen, hoeven ze wat mij betreft niet te komen. Al vakantieplannen voor de komende zomer? Ja, misschien mooie. Nee, heb ik niet. Nee. Als u nou moet kiezen, 2 weken Curaçao, Bonaire of Aruba? Wat wordt het?
Dat is heel moeilijk. Ik vind het inderdaad echt alle drie hele mooie eilanden. Ik ben op Bonaire overigens nog nooit geweest. Dus misschien zou ik wel voor Bonaire kiezen. Goed. Nou, Bonaire is gewaarschuwd. U bent denk ik wel welkom om daar naartoe te gaan. Hartelijk dank voor uw bijdrage in deze uitzending van Studio NL Live. U natuurlijk heel erg bedankt voor het kijken naar deze uitzending. Graag tot volgende week. Dag.